Alright, in The Bigger The Better proberen wij van een klein experiment iets zo groot mogelijk te maken. Nu, ik ga dat niet doen. Vandaag gaan Jamie Lee en Gerben het tegen elkaar opnemen. Ai. Hallo. Dag Gerben, dag Jamie Lee. Zie je dat een beetje zitten? Massa, als ik ga dat los ben. Nee, ik zie het niet zitten, want ik wil niet weer verliezen. Ik verlies altijd bij zo'n spelletje. Van een goede innenstaat heet, want gaan we verliezen. Meet de Leonardo-brug. Ja? Leonardo? Welke Leonardo kennen jullie? DiCaprio. Ja. Nee, wacht. Nee. Da Vinci? Voilà. Ja, het had DiCaprio kunnen zijn, ik snap het wel. Maar het is effectief Da Vinci, vooral bekend als schilder en dergelijke. Die heeft deze ontworpen en het leuke aan de Leonardo-brug is eigenlijk dat het een brug is die dat alleen uit balken bestaat. Je hebt er geen nagels, geen vijzen, geen lijm, geen touw, niks van dat alles voor nodig. Alleen het juiste patroon en balken. Ik heb voor jullie toch een klein beetje hulp voorzien, dus liefst. Kom er even bij, zou ik zeggen. Hallo. Kijk, jij bent een sterke man, hè. Dat zijn jullie mijn team, maar ik hoor bij jullie nu. We gaan ze beoordelen op een aantal categorieën. Eén, ik wil een zo groot mogelijke brug zien. Het is the bigger the better. Ten tweede wil ik ook effectiviteit zien. Is dat effectief stevig? Blijft het staan? Hoeveel volk kan erop? En tenslotte, als derde categorie gaan we er ook nog iets leuk bij gooien. Ze mogen het van mij ook creatief aanpakken. Kunnen ze het een beetje plezant maken. Dus ik zou zeggen, go! Maar kan je die dingen zodat dat moet? Maar dat is, ik kan het like half klem. Zien. Met klem. Maar hij het verstand, ik sta voor dat hij de leiding neemt. Je legt een H in balken. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Dat is het? Ja. Hé, hey, maar die zijn aan het brainstormen aan die tafel. Hallo? Ik leg hier een dinges. Een knikker. Voilà. Motto dan. Ziet dat we al de schoonbalken er snel uitpakken, mannen? Kom. Amai, zeg dat zwaar. Oeh. Oh, oeh. Amai, mijn voet was bijna kapot. 1, 2, 3. Oké, ja, nu die. Hier, nee. Horizontaal. Oh, dat is nog wel simpel eigenlijk. En nu, wat hé? Wat was de volgende stap er? Oh, wow, nu ben ik even niet meer mee hoe dat moet. Hè. Lukt dat daar ook zo goed? Precies niet, hè, Jamie? Herben! Fuck off! Buigbaar. En dat zou een brug niet mogen doen, dus misschien met een kleine balken proberen. Wat denken jullie? Ik heb gehoord wat hij zei. Ik heb ze afgenomen. Dat is altijd, hè. En zo verlies ik. Ik moet mijn tactiek niet luid opbespreken. Herbent, nog één keer aan mijn bal komen en ik sla mijn balk tegen je hoofd. Dat was mijn idee, die kleine balken. Nee, dat gaat mijn voet zeer doen. Nee, allee, what the fuck is dat hier eigenlijk? Wee. Op, oei, onze brug. Da Vinci, hoe heeft hij dat gedaan? Stress. Oh nee, vlotjes. Check ons bezig. Wat een team. Wow, oh my god, we zijn hier echt los aan het winnen. Ik had er niet gedacht, zo'n grote versie, dat gaat extra moeilijk zijn. Dat is hier wel mijn mankracht, hè, dat ik hier aan het werken ben. En het is hier nog een vrouw, ze heeft ook mankracht. Voilà. En je hebt chance, de wetenschappen dat ook mee, hè, want eigenlijk hoe zwaarder je balken, hoe meer wrijving dat je hebt en hoe steviger dat ding in elkaar gaat steken. Voilà, dat dachten wij ook. Zwaar. Ik snap het niet. Ik snap niet hoe. Ik zou gewoon helemaal opnieuw beginnen. Korte pijn, jongens, korte pijn. The bigger, the better. We gaan nu de brug smaller maken, waardoor we meer balken hebben en de brug langer kunnen maken. Dus dan is de brug niet breed, maar wel heel lang. Het lijkt nu alsof we achter staan, maar eigenlijk staan we voor. We gaan nu nog een verdiep hoger, want hij staat te smal, dus we gaan hem nu breder zetten. Oh joh. Ik kan hem niet meer vasthouden. Ja. Let op daar, hè. Nee! Ja, ik zou wel echt aanraden om dit niet thuis te doen. Ik vind het nog wel gevaarlijk. Oké, dus jullie houden dat allemaal vast en wij zitten er hierbij. Je hebt nog 20 minuten. Fucking lit. Hey, ik heb een grote balk. Daar staat niet mal vrij wankel. What the fuck, wat wij hebben gedaan is wel zot, hè, nu. Oh my god, dat is fucking eng. Oh my god, ik heb een idee. Ah, fucking zwaar. Opstapje van de brug. En je kijkt naar de brug, trekt op niks. Nee, hij gaat in. Hey, hou we gaan halen, misschien gaan we extra punten hebben. Wauw, hulp. Ja, wij zijn toch losse honden, dus boeien. Hey, let op. Iemand mijn hoofd, dan ga je ervan op mijn hoofd. Ciao. Fucking stevig, boys. We hadden een beetje compensatiegedrag en we zijn te hoog gegaan en dat was onze dood.
Alright, na het zien van jullie bouwprojecten heb ik besloten om het een klein beetje aan te passen. Ik ga kijken naar hoe hoog de bruggen zijn, hoe groot ze zijn, hoeveel balken zijn er gebruikt, hoe lang zijn ze. En dan tenslotte de stevigheid. Dus stel voor, dat ik nu gewoon allebei de bruggen eens ga controleren op die twee dingen. Vier dingen. Twee. We beginnen drie. Bij... Drie. Hoogte. Hoogte. Ja? Oké. Okay. Twee derde Gerben groot. Oké, okay, kom maar mee, Gerben. Hola! Hey! Ja, hier kom ik toch wel op 18e Gerben. Oh. Punt 1. Team Gerben. Hey! Lengte. En hoeveel balken? Kun je eens even stellen hoeveel balken erin zitten? Ik was nooit zo goed in wiskunde. Ik kon niet, dus ik begin al zo niet aan tellen. Ik denk 17 of 18. 16. Meer dan 17! Ah. 1 punt voor Team Jamie Lee. Goed, de spanning is te snijden. 1-1. Oh my god, wie gaat er winnen? Wie heeft de stevigste brug gebouwd? Ik ben van plan om jullie erover te laten lopen. Dat zou je niet doen. Ik wil dat wel doen. Jij wilt dat wel doen? Ja. Als je nek breekt. Oh. Hoogtevrees. Hé, hey, mannen, kijk hoe stevig. Hey, hey! Stevig! Oh, oh. Hey, maar toch nog. Oh, oh my god, let op, let op! Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar winnen is nog belangrijker en bij deze is het laatste punt voor Jamie Lee en team. Dus we zijn gewonnen! En voor jullie vergeet zeker en vast niet volgende week ook te kijken, want dan zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe The Bigger The Better. Ciao! Ciao! Goed einde, ik ga niet dat ik man ben. Bounce dat genoeg, denk je? Fuck it, werk het heel hard met dat spalmantier.